Goedenavond, mijn naam is Rick Niemann en dit is het RTL Nieuws van vrijdag 6 februari. CDA wil niets weten van soepeler drugsbeleid. Schiphol mag groeien van kabinet. En homostellen mogen toch kinderen adopteren, maar trouwen dat niet. Het CDA blijft tegen een versoepeling van het drugsbeleid. Ondanks verhitte discussies verwierpen de ChristenDemocraten vanavond alle voorstellen om hun verkiezingsprogramma op dit punt aan te passen. De partijen vierden op toen de bij het CDA altijd zo gevoelige drugs aan de orde kwamen. Bijvoorbeeld de vraag of alle coffeeshops dicht moeten, zoals het partijbestuur wilde. Iets waarmee CDA-bestuurders in de grote steden niet altijd uit de voeten kunnen. U moet mij niet de onmogelijkheid voorschrijven om elke keer, als ik zeg ik ben voor het beheersen van coffeeshops in mijn stad Amsterdam, dat de andere partijen mij confronteren met het feit van ja, maar hoe kan je dat nou doen? Want het is toch contrair aan datgene wat je partij en je partijprogramma doet. Dus je bent geen betrouwbaar bestuurder. Limburg is wel degelijk tevreden met de keuze van het CDA in haar partijprogramma of in haar voorstel van partijprogramma om te komen tot een nuloptie. In onze ogen is drugs drugs. Het partijbestuur bleef onverbiddelijk. Vooral om de jongeren te beschermen. Het moet naar nul toe. Er is een weg naar nul toe in plaats van toch maar een beetje dit en dat, wat ook pedagogisch een volkomen verkeerd signaal is. Moeilijk werd het nog even bij de gecontroleerde medische heroïneverstrekking aan ongeneeslijk verslaafden. Dus ons doel moet altijd zijn en blijven dat mensen die verslaafd zijn van die verslaving afkomen. Omdat verslaving zich niet verhoudt met het mensbeeld dat wij als ChristenDemocraten hebben. Maar over de precieze formulering ontstond achter de bestuurstafel verwarring. Ik schors even 1 minuutje. En er moest zelfs een Kamerlid aan te pas komen. Kan Wim van den Kamp even naar boven komen ook? Uiteindelijk vond het bestuur een formulering die iets duidelijker was, maar niet echt anders. In grote lijnen blijft het CDA tegen een versoepeling van het drugsbeleid. De eerste dag van het CDA-congres is zojuist afgesloten. In Breda is politiek verslaggever Frits Wester. Frits, het lijkt erop dat het CDA in alle rust eigenlijk haar verkiezingsprogramma heeft samengesteld. Dat is wel eens anders geweest, hè? Jazeker, als je het vergelijkt met 4 jaar geleden op het verkiezingscongres, toen leek het CDA verscheurd te worden door de vraag of de uitkeringen 4 jaar lang bevroren mochten worden en daarbij ook de AOW. Nou, vergeleken bij die toestanden toen was het vandaag een tamme boel. Maar weinig CDA's waren daar rouwig om, want die willen gewoon rust en de rust lijkt behoorlijk weergekeerd in het CDA. Het congres heeft het programma op belangrijke punten niet of nauwelijks gewijzigd. Betekent dat de commissie die het programma in eerste instantie heeft geschreven gewoon prima werk heeft gedaan? Ja, dat kun je wel zeggen. Die programcommissie en ook het partijbestuur hebben goed aangevoeld wat voor type programma de CDA-leden op dit moment willen. En dat is een wat links georiënteerd programma met veel aandacht voor het sociale gezicht. En natuurlijk heel veel aandacht voor alles wat met het gezin te maken heeft. Goed, er ligt een programma waarmee iedereen daar in Breda het prima kan vinden. Maar denk je dat het CDA met dit programma ook de weggelopen kiezers terug gaat winnen? Ja, dat moet blijken. Er doet zich daarbij wel één probleem voor. Een probleem waar het CDA eigenlijk al jaren mee worstelt. Kijk, het kader zoals hier vandaag aanwezig vindt het prachtig. Zo'n wat links georiënteerd programma. Maar de kiezers van het CDA die zijn vooral weggelopen naar de VVD. En ja, het moet blijken of die zich ook zo aangesproken voelen door dit programma. Want die zouden misschien veel meer aandacht willen voor zaken als lastenverlichting. Nou, dat is iets waarin dit programma geen cent voor is gereserveerd. Tot slot, Frits, morgen de tweede dag van het CDA-congres. Wat staat er op de agenda? Wat gaat er gebeuren? Nou, weinig discussie en vooral feest. Dan wordt de kandidatenlijst definitief vastgesteld. En natuurlijk dan het allerbelangrijkste, de verkiezingsreden van de nieuwe lijsttrekker Jaap de Hoop Scheffer. En dan moet blijken of hij erin slaagt om een brug te slaan tussen dat wat links georiënteerde programma en die rechtse kiezers. Zullen we zien, Frits Wester in Breda bij het CDA-congres. Bedankt en ongetwijfeld tot morgen. Het kabinet zet in op een beperkte toename van het vliegverkeer op Schiphol dit jaar. Concreet zou dat betekenen 380.000 starts en landingen en dat is 20.000 meer dan eind vorig jaar was vastgesteld. Maar de betrokken ministeries zijn nog hard aan het studeren op de praktische uitwerking van het voorstel en bovendien zijn nog niet alle ministers het ermee eens. Nou, de richting waarin we denken is de volgende, dat het goed zou zijn als we mogelijkheden zouden vinden om er per jaar ruimte bij te krijgen voor zo'n 20.000 vliegbewegingen. Bovenop de 360.000 die nu als basis geldt. Dat kan natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dat moet ingepast worden in
de mogelijkheden. Daarbij gelden natuurlijk de milieu- en geluidsnormen als uitgangspunt. Het voorstel is afkomstig uit de luchtvaartwereld zelf. Schiphol en de KLM zien de beperkte groei als een compromis. Maar dan moet de komende jaren een jaarlijkse groei van zo'n 5% mogelijk zijn. Dat is ons voorstel, zodat er ook zekerheid is de komende jaren. En dat we niet elk jaar stap voor stap niet weten waar we aan toe zijn. En iedere keer van zomer naar winterdienst, dat is voor de luchtvaartmaatschappij natuurlijk geen werk. Vanmorgen trokken de topmannen van KLM, Martinair, Transavia, Air Holland en Schiphol met hun personeel naar het Binnenhof om te demonstreren. De bedrijven zeggen dat er zo'n 4800 banen op het spel staan als er dit jaar niet meer ruimte komt voor de luchtvaart. Een besluit hierover moet snel door het kabinet worden genomen, omdat er anders problemen dreigen met de zomerdienstregelingen. Met 6 weken nog voor de boeg voordat de zomerdienstregeling ingaat, ja, wordt dat zo langzamerhand onverantwoord om daar met die dienstregeling door te gaan. Minister Jorritsma, die door de demonstranten warm werd onthaald, kon niets toezeggen. Maar het kabinet hoopt volgende week de knoop door te hakken over Schiphol. Vanuit het buitenland. Er zijn waarschijnlijk meer dan 4000 doden gevallen bij een zware aardbeving in het noorden van Afghanistan. De beving had woensdag al plaats, maar door de gebrekkige communicatie met het gebied is het nieuws pas vandaag bekend geworden. Schok had de kracht van 6.1 op de schaal van Richter. 15.000 mensen zijn dakloos geworden. De beving vond eergisteren plaats in het grensgebied met Tajikistan, waar zich veel vluchtelingen bevinden door de burgeroorlog in het noorden. Het aantal doden is zo hoog doordat Afghanistan een arm land is dat ook nog onstabiel is. Het is een oorlogsgebied en aardbevingsvoorbereiding eist eigenlijk een behoorlijk goede infrastructuur, ook een goed bestuur. En je ziet dan ook dat met name deze grote dodenaantallen vooral vallen in ontwikkelingslanden, waar het bestuur en de bouwwijze toch minder is als bijvoorbeeld een land als de Verenigde Staten. Het epicentrum van de beving lag bij de plaats Rustaq, zo'n 280 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kabul. Actuele beelden zijn er nog niet. Het gebied is erg ontoegankelijk. Het is er zeer koud en bovendien wordt er gevochten in het Pamirgebergte. Het Rode Kruis heeft hulp gestuurd. Het is nu hartje winter in Afghanistan. Het is hooggebergte, dus de mensen hebben plastic sheeting nodig, kookgerei om gewoon weer een beetje het dagelijks leven op te kunnen starten. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 50.000 gulden noodhulp beschikbaar gesteld. Lokale autoriteiten hebben ook Artsen zonder Grenzen om hulp gevraagd. Even terug naar eigen land. Homoseksuele stellen mogen van het kabinet toch kinderen adopteren. Maar alleen kinderen die in Nederland wonen. Voor adoptie van kinderen uit het buitenland komen stellen van hetzelfde geslacht niet in aanmerking. En ook het burgerlijk huwelijk blijft voor homoseksuelen voorlopig onmogelijk. Het kabinet komt met de adoptiemogelijkheid tegemoet aan een lang gekoesterde wens van homoseksuele stellen. Nederland neemt daarmee een unieke positie in. Nergens ter wereld, zo blijkt uit onderzoek, is adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht toegestaan. Het is echt een, je zou kunnen zeggen, een principiële doorbraak, een principiële koersverlegging, waarbij ook twee ouders die opvoeden mensen van hetzelfde geslacht in de gelegenheid worden gesteld als de Kamer daarmee instemt om ook voor adoptie in aanmerking te komen. Om andere landen niet voor het hoofd te stoten, blijft adoptie beperkt tot kinderen die in Nederland wonen. De grens bij alleen Nederlandse kinderen heeft dus ook alles te maken met het feit dat je dat binnen je eigen domein van je eigen koninkrijk op die manier op een toch duidelijker manier kunt regelen dan wanneer het betreft kinderen uit andere landen waar dergelijke gebruiken of dergelijke regels eenvoudig niet bestaan. Maar trouwen is er voorlopig niet bij voor homo's. Sinds 1 januari kunnen mensen van hetzelfde geslacht hun relatie wettelijk laten registreren. Het zogenaamde geregistreerd partnerschap, waardoor ze dezelfde rechten en plichten hebben als getrouwde mensen. Pas over 3 jaar wil het kabinet bekijken of het huwelijk ook voor homo's kan worden opengesteld. En de Belangenorganisatie voor Homoseksuelen, het COC, heeft in een reactie laten weten verheugd te zijn over het adoptiebesluit. Maar het COC is wel teleurgesteld dat homo's nog steeds niet in aanmerking komen voor het burgerhuwelijk. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zijn in de buurt van Irak tegen elkaar gebotst en neergestort. Piloten wisten zich met hun schietstoelen te redden, maar één van hen is later aan zijn verwondingen overleden. Ze waren onderweg voor een patrouillevlucht boven Iraks grondgebied. Ondertussen zoekt Amerika nog steeds steun bij bondgenoten voor een eventuele aanval op Irak. Groot-Brittannië is het in ieder geval roerend eens met de Amerikaanse regering.
Zowel president Bill Clinton als premier Tony Blair zijn bereid geweld te gebruiken als Irak de VN-wapeninspecties blijft dwarsbomen. Dat maakten ze op een gezamenlijke persconferentie in Washington bekend. In Bagdad houdt men met het ergste rekening. Tijdens het vrijdaggebed werden de gelovigen voorbereid op oorlog. En dan kort ander nieuws van vandaag. Een nieuwe ontwikkeling in de verkrachtingszaak rond Patrick Kluivert. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries maakte vanavond bekend dat de advocaat van Marielle Boon, meester Moscovic, een civiele procedure tegen de voetballer en zijn drie vrienden begint. Moscovic wil de vier mannen en twee taxichauffeurs onder ede verhoren. Als de vier mannen schuldig bevonden worden, zou de vrouw een schadevergoeding kunnen eisen. De politie van Zeebrugge heeft een recordhoeveelheid cocaïne gevonden. De 290 kilo cocaïne werd aangetroffen in 6 kokers die aan de romp van een Colombiaans fruitschip waren vastgemaakt. De straatwaarde bedraagt meer dan 250 miljoen gulden. De politie heeft de vangst 2 dagen stilgehouden in de hoop dat er drugscouriers op het schip af zouden komen. Die zijn niet komen opdagen en de politie heeft geen aanhoudingen verricht. Het kabinet geeft toestemming voor het huwelijk van prins Maurits en Marie-Lene van den Broek. De zoon van prinses Margriet en de dochter van oud-minister Hans van den Broek willen op 29 mei trouwen. De speciale wet die nu gemaakt is moet door de Eerste en de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Door toestemming te vragen aan het kabinet blijft Maurits 5e in lijn voor de troonopvolging. Volgens de Belgische minister van Defensie Poncelet bestaat er geen geheim rapport over de ramp met de Hercules. Gisteren verschenen berichten over rapporten waarin werd gesteld dat de Belgische co-piloot die de landing uitvoerde technisch onbekwaam was. Volgens Poncelet voldeden de piloten aan alle kwalificaties, al erkent hij dat ze weinig ervaring hadden. Bij de ramp kwamen 34 mensen om het leven. Oneenigheid bij chemieconcern Akzo over de nieuwe CAO. Onderhandelingen daarover zijn mislukt. De vakbonden gaan op korte termijn de leden raadplegen over eventuele acties. De CAO bij Akzo geldt voor zo'n 18.000 werknemers. De onderhandelingen tussen Akzo en de vakbonden zijn onder meer stuk gelopen omdat de directie voor 800 hogere werknemers aparte afspraken wil maken. De bonden zijn tegen een aparte regeling omdat zo een tweedeling onder het personeel ontstaat. Ook de voorstellen van de directie op het gebied van de salarissen vinden de bonden onaanvaardbaar. Het concern biedt een loonsverhoging van 4% in 15 maanden. De bonden eisen 3,75% in 12 maanden. Ze willen desnoods een CAO afdwingen met acties. Maar het is nog niet duidelijk of die acties ook kans van slagen hebben. Het waren Engelands beste voetballers met een grote toekomst in het verschiet. 40 jaar geleden viel het sterrenteam van Manchester United uiteen toen 8 spelers om het leven kwamen bij een ongeluk. Voetballers stonden bekend als de Busby Babes. Trainer Matt Busby was hard op weg een onoverwinnelijk team te smeden met jongens uit de buurt van Manchester. Vandaag is het legendarische team herdacht. In München kwam een tragisch eind aan een groots voetbalteam. De spelers zaten in een vliegtuig dat vergeefs probeerde op te stijgen van de ondergesneeuwde startbaan. Het toestel verongelukte en vloog in brand. 23 passagiers kwamen om het leven. Keeper Harry Gregg overleefde het ongeluk. And there was no cries, there was no human voices of any kind. All of the terrible crashing and rending and sparks and bit of fire. And then it was darkness. And I thought I was dead because I couldn't relate to the darkness. Bobby Charlton and Dennis Ferrick gave me the biggest shock because when I turned after getting these people in the van, these two were standing looking at the fire. And that shocked me because I'd left them for basically being dead. In a city of mourning, supporters listened anxiously for news. News of their team with its unmatched post-war record in club and league football. De voetballers waren op weg naar huis. In Joegoslavië hadden ze tegen Rode Ster Belgrado gespeeld en de halve finale van de Europa Cup bereikt. Iedereen was lyrisch over het spel van de Busby Babes. Here they are, wearing white shorts, taking the field with Red Star. Fame of Britain's soccer ambassadors had spread. And now they acknowledge the salute of Yugoslav fans. Those Busby Babes were to leave a memory of soccer greatness. 3 goals in 30 minutes against Europe's best. The first in 90 seconds by Dennis Violet. Spits Duncan Edwards was de kruif van het sterrenteam. De veelbelovende speler stierf een paar dagen na het ongeluk. Zijn laatste tegenstander van Rode Ster Belgrado is er nog kapot van. Deze speler had een future, een very, very, very good future. Voor mij is het very, very, very difficult voor deze players. Some very good boys and very good friend. Countless good wishes are directed towards the Munich Hospital. And making progress is Bobby Charlton.
goalkeeper Ray Wood, and Ken Morgan. Meanwhile, Manchester United fans who cheered their favourites in triumph are now cheering them up with generous get-well gifts. Trainer Matt Busby startte met de overlevende spelers die nog konden voetballen een nieuw team. 10 jaar later wonnen ze alsnog de Europa Cup. Maar de Busby Babes zijn ze nooit vergeten. Bij het stadion staat de tijd nog steeds stil op het ongeluksuur. Manchester United speelt deze maand een wedstrijd ter nagedachtenis van de Busby Babes. De voetballers die de club legendarisch hebben gemaakt. Mooi, de Busby Babes. Voor sport van een recentere datum is hier Jeroen Latijnhout. Jeroen. Ja. Zometeen ons eerste Olympisch journaal uit Nagano met daarin onder andere Carla Zijlstra. Zij mag de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie. En Zijlstra bereidt zich daarop met veel zorg voor. Zeker nu Willem-Alexander ook lid van het IOC gaat worden, is het heel belangrijk, denk ik, dat de eer van Holland hoog gehouden wordt. En dat we rood, wit, blauw goed laten stralen. Dat en meer zo dadelijk in de sport. Mij betreft alvast een heel prettig weekend en tot maandag. Dag. De staatsloterij bestaat al sinds 1726 en beleeft deze maand de 900ste trekking. Daarom hebben wij een historische prijs teruggehaald. Heren. 900 gouden dukaten met een waarde van 1 ton. Dus wat doen wij? Wij spelen in de staatsloterij. De mooiste muziek van NEA is nu verkrijgbaar op 1 cd. Paint the Sky with Stars. Het allerbeste van NEA. 16 prachtige songs van NEA. Paint the Sky with Stars. The best of NEA. 1% van de Nederlanders leidt aan schizofrenie. Het overkomt dus niet altijd een ander. Je werd niet gezegd, je hebt een psychose. Je werd gezegd, je bent in de war. Ja, in de war zeg. Neem me niet kwalijk. In de war is als je een pen zoekt en je pakt per ongeluk een potlood. Maar een psychose is wel wat anders. Dat is gewoon ernstig ziek. Wat is nou precies schizofrenie? Dat ziet u in Het overkomt altijd een ander. Zondagavond om 10:00. Nou, gelukkig hebben we de jackpot nog. Heren. En de jackpot staat op ruim 6 miljoen. Belastingvrij. Knoksoepen zijn bereid met echte bouillon en rijk gevuld. Probeer nu de nieuwe Indische kip curry soep en de nieuwe Thaise groentesoep. Met een miljoen. Een hoop leuke dingen doen. Lotto! Geef je droom een kans. Iedere week al vanaf 1 gulden.